Naar deze dag hebben de nieuwe bewoners gespannen uitgekeken. De grote verhuizing. 23 cliënten van Paameijer gaan vandaag voor het eerst op zichzelf wonen. Hiervoor woonden ze in woongroepen met gemeenschappelijke woonruimte en begeleiding. Ook hier is altijd een paar man personeel en een nachtwacht aanwezig. Maar iedereen heeft een eigen appartement met een eigen douche en keuken. Ja, het is een hele lange dag. We zijn al heel lang bezig met de verhuizing. We zijn heel erg gespannen. Ben je ook gespannen? Nou ja, niet zo erg als de andere bewoners. Want ik heb al een paar verhuizingen meegemaakt. Maar wel de eerste keer dat we gelijk zelfstandig gaan wonen. Hoe voelt dat? Ja, heel spannend en ook heel goed. Ik voel me helemaal vrij. Een eigen huisje. Vroeger hebben we z'n drieën gewoond. In huis. Dit mocht niet, zus mocht niet. Dan denk je, ja, dat is ondanks tijd is wel eens een keertje apart gaan wonen. Heerlijk eigen baas in eigen huis. Heerlijk baas in huis. Niemand vertel hoeveel laat moeten we eten. Dit en dat. Nou, ik heb zelf wel, hoe laat je eet. Hebben ze er erg naar uitgekeken? Ja, ze hebben er zeker naar uitgekeken, maar ze zijn ook allemaal erg nerveus. En dat uit zich in verschillende vormen. De een is verdrietig, de ander is boos en opstandig. Dus ja, ze hebben er naar uitgekeken, maar het is wel een erg spannende dag. De 14 jongeren die al in het complex wonen, kregen een maand eerder hun sleutel. Ze huren van Vestia en betalen ongeveer evenveel huur als voor een gemiddelde studentenwoning. Maar deze appartementen zijn nieuw en luxe, dus is er veel animo voor. 3 jaar lang stond ik al ingeschreven bij Vestia. En ik wil eigenlijk een studentenwoning, gewoon ergens ver in Rotterdam bij mijn school. En toen kreeg ik een brief thuis of ik een motivatie kon opsturen voor dit project. En toen dacht ik, ja, waarom niet? Ik had al stage gelopen bij BAVO Europort. En ik, dit soort cliënten wist ik toch wel mee om te gaan. Toen dacht ik, nou, waarom niet? Nou, toen werd ik nog uitgekozen ook. Ik zie een kookplaat. Kan je koken? Lekker koken. Oh, je kan koken. Dit is, ja, dit is wel aan. Ja, ik zou gaan. En je weet dat hij heen wordt, hè? Weet het niet zeer. Ook voor de jongeren is dit een bijzondere dag, want ook zij maken vandaag kennis met hun nieuwe buren. Ze kunnen elkaar overal in het gebouw tegenkomen. Op de galerij, in de gemeenschappelijke tuin of in een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. De jongeren zijn niet verplicht om met de bewoners van Paameijer om te gaan, maar ze moeten er wel voor openstaan. Wij hopen dat daar leuke contacten uit zullen ontstaan. We hebben een ontmoetingsruimte waarin we activiteiten zullen gaan doen. En waarom is dat nou zo goed? Voor de integratie, hè, waar we toch met z'n allen voor staan. We willen heel graag dat deze mensen gewoon kunnen functioneren in de maatschappij, geaccepteerd en gewaardeerd en noem maar op worden. Dus ja, ik denk dat is de voornaamste reden. En je weet dat er daar allemaal jongeren wonen? Dat weet ik. Ja? Dat was een paar keer... Vind je het eng dat we er wonen? Oh, dank je. Klein beetje? Nou, mij niet. De eerste keer ik zo aanspreek, anders durf ik echt niet aanspreken. Nee, in de winkels ook niet. Vind je het een beetje eng dan? Ja, een klein beetje eng. 3-4 keer in het jaar met z'n basketballen, voetballen ergens heen gaan, dat is hartstikke leuk. Ja, daar genieten hun ook van en ja, je helpt ook een beetje, want hun hebben al zo weinig sociale contacten. Sommigen geen familie, helemaal niemand meer. Ja, dan wonen ze nu tussen de jongeren en ik denk dat dat wel een hele goede idee is.